ben hier met Sebastian Rasten. Aankomend supertalent. Hij heeft, ik denk, zo'n 30 wedstrijden nu al gevochten. Ja, 29 partijen. 29 partijen. Morgen wordt zijn 30ste partij. Hij heeft nog 0 verloren. Dus als ik jullie was, zou ik zeker gaan kijken. Sebastian, wat heb je morgen in te brengen? Hoe wil je het gaan aanpakken? Je hoeft niet alles te vertellen natuurlijk. Nee, het een en ander blijft natuurlijk geheim. Maar wat ik morgen van plan ben, ik ben sowieso mijn steen verder proberen door te zetten. Morgen blijf ik nog steeds ongeslagen, dus dat bedoel ik. Ja, wat ik van die jongen weet, hij komt het goed uit. Geen slechte jongen, ietsje ouder. Maar mijn bedoeling is gewoon weer om te slopen en weer hetzelfde te doen wat ik altijd doe. Dat zien we morgen. Wat is belangrijk voor jou? Ben je meer een eerste ronde vechter? Wil je eerste ronde gewoon alles eruit halen? Of zeg je winst is winst? Winst is winst. Ik zie wel hoe het loopt. Ik zie hoe mijn tegenstander echt daar zin ik iets slims op. Wat vinden mensen jouw sterke kwaliteit? Denk na. Ik ga heel snel denken. Als ik iets een foutje in mijn tegenstander heb vast gedaan. Heel snel denken. Duidelijk. Is het zo dat je iPhone combinaties of ben je meer een persoon van die één ding doet? Je hebt verschillende soorten vechters. Je hebt echt Europese vechters met tik, 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 tik. En je hebt natuurlijk ook Thaise vechters. Die zijn gewoon meer met één, één. Wat voor soort vechter zou jij jezelf kunnen beschrijven? Ik denk van de snelle combi's, dat sowieso. En daar tussendoor als ik een, zie dat ik een pijn doe, dan ga ik afmaken. Gewoon dan ga ik met één combi's afmaken, sterker vechten. En dan tussen mijn combi's één harde stoken. Jullie horen, Sebastian Rasten is er helemaal klaar voor. Morgen gaan wij alleen de winnaars interviewen. Dus ik ben benieuwd of ik jou morgen mag interviewen. Zeker weten. Zeker weten? Hij zegt zeker weten. Zeker weten.